Yo, kijkers van Watch, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. We zijn hier vandaag met drie getalenteerde jongens uit Zera. En we zijn er eigenlijk goed in. Volgens mij niet heel veel bijzonder. PGP, ja. Ja, oké, we gaan beginnen bij jou. We beginnen bij jou. Hallo, wie ben jij, meneer de Groene Man? Ik ben Hertog Gordy, a.k.a. Jordi. Hallo. Ik, elementleider van Adams. En wat is jouw specialiteit? Mijn specialiteit? Ja. Nou, dan vraag je me iets. Ja, weet ik niet. Ik kan heel goed pannenkoeken bakken, ja, toch? Heel goed pannenkoeken bakken, ja. Ja, absoluut. Okay. Beter dan chef te koken. Dan hebben we Kaira, hallo. Vertel eens wat meer over jezelf, wat ben jij? Ik ben de generaal. Wow, hij is een generaal, heftig, jongens. Oh, je hebt hem al gezien in de storyline, maar gameplay-wise ben je al generaal. Oh shit! Spoilers! Okay. En we hadden nog zo afgesproken geen spoilers te geven. Ja, en deze jongen die kennen jullie allemaal wel. Hallo, wie ben jij? Ik ben Dennis. Ik ben 12 jaar oud en sinds... Wat fuck, gast, met 12? Nee, ik ben sinds kort Quartermaster. En voor de rest is mijn specialiteit blokjes plaatsen. Ah ja, gewoon heel snel blokjes plaatsen. Trrr, en dan gewoon iets groots neerzetten. En dan staat er in één keer een steen. Ja, hier. En waar zijn we nu, jongens? Wat is dit voor plek? Volgens mij kunnen mensen dit heel erg goed aan herkennen. Welke aflevering is dit geweest op welk kanaal? Voor de laatste. Dus David. Er ligt eentje te zwemmen daar. Ja, goed zo. Dennis heeft het goed. Dat is één pluspunt voor jou. En dan lopen we even naar boven, want ik word helemaal gek van de mensen die ook in het water vallen. We zitten trouwens even, je ziet daar achter zien we al een vliegend vlak, dus je kan eigenlijk weten dat we op de bouwservice zitten. Maar dat maakt niet heel veel uit. Maar dit is... Oh ja, dit is dikke humor natuurlijk, hè jongen! Hè? High five! Kom op. High five! Oké. Okay. Au, hey jongens, handen thuis, oké. Okay. Nee, wie weet hoe deze toren heet? Watchtower. Goed zo, Kaira. Je hebt het goed. En aan welke kant van Zera ligt hij? West. Goed zo. Man. Dit is het meest westelijke punt, denk ik, wat aan je NAVA grenst op dit moment. Nee, hoor. En wie kan daar nog land wat nog meer naar het westen ligt, hoor. Ja, maar het meest westelijke punt wat heel dichtbij ligt. Okay. Oh, nee, klopt niet. Dat klopt de hele uitspraak niet. Nee. Dan is dat, ja, Lama. Kermoorn ligt dichterbij. Je hebt gelijk. Oké, okay, Dennis, sorry. Nee. Maar goed, nu we hier toch met z'n drieën zijn, laten we even een stukje gaan lopen. Want iedereen heeft natuurlijk dit al wel in die lelijke tours van mij gezien. Ja. Kunnen we nog een keer naar kijken. Hier. Ja, gaan we nog een keer kijken. Alleen ik ben hier nou met drie nieuwe maloten erbij. Hallo, dank jongens. Dankjewel, genaamd lied. Ja, maar even om te beginnen, hè, want we hebben, jullie zijn natuurlijk even zien. Jordi, jij bent echt al vanaf dag 1 of 2 of de eerste week ben jij geïnvite. Ik ben de eerste invite geweest, ja. Klopt. Ja, en dat, waarom hebben we jou ook alweer geïnvite? Vertel eens. Omdat ik een no-lifer was. Ja, jij wilde heel graag Kingdom spelen. PvP. Absoluut, ja. En wat heb jij, hoe heb jij in die tijd, heb jij je omhoog gewerkt? Ja, in die hoe ik me omhoog gewerkt heb, ja. Je hebt toch niet raar ding met mij gedaan? Ja, stiekem op de kamer staan, een beetje. Nou ja, jij hebt me alleen maar mijn spuug gegeven in mijn gezicht slaan. Ja, nee, dat was je verjaardag alleen. Oh ja, dat was ik alweer vergeten, hè. Maar Kaira, dat is dan de tweede generatie geweest. Ongeveer een maand nadat Zera was opgericht erin gekomen. Ja, want jij kent natuurlijk ook nog wel Krijn en Gert-Jan. Ja, Gert-Jan is hij nog. Gert-Jan en Klein. Dat is een parodievideo, maar dan moet je nou niet denken, what the fuck, wat houdt het in? Nee, ik denk dat Kaira, die kent natuurlijk iedereen, maar jij bent geïnvite omdat jij League speelde met Demi, ja, als klopt. Ik het goed heb. Ja, en toen wilde Demi jou heel graag inviten en toen dacht ik van ja, weet je... Hij mag er wel in. En zo ben je een beetje in de groep van de PvP'ers gekomen van Zera. Hij was als een verzamelaar. Ja, en hij begon als verzamelaar trouwens, ja. Lol. En moet je nou zien wat hij is, hij is nu gewoon generaal van Zera. Lol. En dan hebben we Dennis, dat is ik denk een van de meest recente invites die er is. Ja, ik zit nog wel sinds het begin op King. Sinds dit seizoen, Jan.
Ja, jij begon al eigenlijk in de periode dat volgens mij... Ja, toen iedereen weer begon, zeg maar. Toen ik zeg maar net Zera had gestart, daarvoor was jij al geïnvite in Kanto Tribo. Ja, en ik wilde jou gelijk al hebben eigenlijk. Moet je nagaan, hè, want dit is nu eigenlijk wat je hier ziet, op het standbeeld daarachterna dan. Heb ik alles, denk ik, zelf wel gebouwd, toch? Of wat je nu ziet wel, ja. Ja. En als ik denk ik jou in dit kingdom had gelaten, zag het wel heel anders uit, denk ik. Dat denk ik ook. Ik denk het ook, ja. Rework Zera. Maar dat, lieve kindertjes, is weer een ander hoofdstuk. Ja, het is nou zo dat Dennis is bij ons gekomen om een reden dat hij toch zich wat buitengesloten voelde in de oude groep. En je hebt hier prima aansluiting gevonden, denk ik, toch? Of niet? Ja, ik ken nog niet iedereen, maar ja, niet iedereen zit altijd op Team Speak. Ja, je kent veel mensen. Ik zit wel voor het vaker ook in de algemene Kingdom Lobby, dus een beetje dezelfde collectie. Ja. Wie is op dit moment jouw beste vriend dan op de Kingdom? Naast mij dan. Lekker, Dennis. Naast mij. Ja, maar hoe bedoel je vriend? Ja, natuurlijk. Nou, met wie je het meeste praat. Natuurlijk, want ik heb je Quadermaster gegeven en dan moet je een vriend van zijn, hè? Vergeet dat ja, niet. Ja, maar jij zit altijd met Joelle te praten, niet met mij, dus dat is helemaal... Oh mijn god, gewoon dat dan maar afschuiven naar mijn fucking vriendin. Nee, kijk. Jezus, man. Nee, kijk, je... Ja, wat een ding. Kijk, Jordi is ook een hele toffe kerel, natuurlijk. Ja. Maar even, met wie praat je meest naast mij? Dus gewoon... Ja, dat is heel verschillend, want... Ik kan nog niet echt kijken, met Jordi zit ik inderdaad af en toe ook wel eens gewoon in channel, met Ian dan ook nog wel eens, maar ik praat ook wel eens met de andere Dennis en met Hugh gisteren heb ik heel veel mee gecommuniceerd natuurlijk. Hij ligt goed in de groep, laten we het zo zeggen. Ja. Ja. Je communiceert eigenlijk dus wel met meerdere spelers, als ik het zo denk. En Jordi dan, want jij hebt natuurlijk jouw vriendin leren ontmoeten via Minecraft, hoe klinkt dat? Dat klinkt zo knettig, ja. Ja! Ja, ik tinder tenminste niet, Leon. Ik tinder niet. Ja, oké. Okay. Touché. Oh nee, hoe zegt de Zebra Buma dat ook alweer? Chapeau! Ja, dat heb ik van Aljan zondag met Lubach. Hè? Ja, oké. Okay. Maar wie is jouw beste vriend dan? Ja, ik snap nou wat je bedoelt, Dennis. Dat is, ja, ik kan eigenlijk met heel veel mensen wel opschieten. Ja, tenminste vanuit mijn kant, van mijn idee. Heel makkelijk moeten zijn, Jordi. Ja, Ian. Kan ik heel goed mee over. Dat moet je wel aan moeten zeggen. Nee, maar dat is niet mijn vriend, dat is mijn vriendin. Dat is toch echt even wat anders. Ja, de een heeft een penis en de ander niet. Dat wil je zeggen. Oké, duidelijk. Goed. Ja. En dan hebben we natuurlijk nog Kaira, want ja, die staat fuck de hele tijd Leon. Aandacht te vragen. Kijk, wie is jouw beste vriend dan, hè? En dan gaat hij zo de hele tijd. Dat is mijn soortgenoot. Ik denk dat Jurre is. Hier. Ja, echt waar? Nee, serieus? Ja. Ken jij met jullie? Maar Jurre die sla... Nee, dat kan ook niet. Dat is wat je zegt. Ja, precies. Nee, maar ik denk dat jij Diar bedoelt. Diar is ook jouw second in command. Ja, mijn rechterhand. En dat doet ook... Heel erg voor iets. Ja, mijn rechterhand zegt hij ook serieus. Nee, maar jongens, we naderen ons mooie kasteel, de Dawn Guard. Mooi standbeeld. Ja, deze... Ik weet nog wel dat we hier toen begonnen met het bouwen. En ik weet niet meer, hoe hebben we... Toen afgesproken dat je, of ja, ik vroeg of je een beeld wilde bouwen, volgens mij, of ja, niet? Dat was in de periode dat ik meerdere beelden maakte. Niet alleen voor Zera dan, maar ook, ik had beelden gemaakt voor Fenrin, had ik er eentje. Voor Khaleesi ben ik ooit aan begonnen, maar die heb ik eigenlijk nooit meer gegeven. Is ook nooit afgewezen. En in Kanta staan er 3. Ja. Dus. Ja, het is wel echt allemaal heel mooi. Heb je trouwens ook die in Medusa destijds gemaakt? Nee. Oh nee, dat was die andere jongen uit, hoort het, uit Genava. Hoe heet hij ook alweer? Haunted Artist, ja, toch? Zoiets. Heet hij. Ja, hij is er niet meer helaas, maar hij kan ook wel goed beelden bouwen. Maar niet zo goed als jou, hoor. Ja, ik vind het lastig als standbeeld, vond ik altijd heel lelijk, maar ik mocht er niet aankomen. Oh ja, die voor de baai stond, of niet? Ja, dat klopt ook, ja. Dat was zo droog, ik ging op vakantie, er stond niks, toen kwam ik terug, stond dat ding daar. Het was zo van, hé, hij staat eigenlijk verkeerd, maar weet je, laat maar. Dit is ook goed. Maar even terugblikken op de rest. En ik denk dat Dennis hier zich niet echt aansprakelijk bij voelt. Maar er zijn ook een aantal mensen geweest die in Zera hebben gezeten. Die nou ook helaas gestopt zijn.
En dan moet je de mensen in beeld gaan nemen zoals Jari of Jannes. Ja. Die zijn echt gestopt. Maar Lurp ook bijvoorbeeld. Die zijn allemaal helaas weggegaan. Dat kan komen door school of dat ze net niet in de groep lagen. Pizza. Of dat ze net niet... Of ze zeggen fuck you Minecraft. Ja, als ze sloegen je koning met de blote hand. Maar dit krijg je een spoegje, jongen. Nee, maar wie vind je nou echt jammer dat hij weg is en de reden waarom? En dan moet je eerlijk zeggen, man. Beginnen we met Jordi. Vind ik jammer. Ik moet even heel goed nadenken, ja, wie weg is. Nou, je hebt Jannes, je hebt Jordi Winsen. Ja. Je hebt, even zien, ook al wat dames. Tirza is weg, Lise die is naar Medusa gegaan. Ja, ik weet het al. Ik vind Lise wel echt jammer dat ze naar Medusa heen is gegaan. Dat vind ik echt wel echt jammer. Maar die zie ik ook nooit meer online. Die zie ik nog best wel veel op deze TS, hoor. Ja, die wil toch wel weer stiekem heel graag terug. Nou, ik denk het niet. Ze heeft het wel aan de zin in Medusa. Ja, en ik gun het ook wel absoluut, hoor. En dan durf ik eigenlijk wel te wedden wie Kyra echt heel jammer vindt. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Ja, dat zal Jannes zijn. Angion, ja. Ja. En ja, Dennis, ben jij eigenlijk nog... Vind je het jammer dat echt een speler destijds weg moest? Het is dat ik er nog niet veel van heb gekend. Dus ik ken er maar eentje eigenlijk... Echt goed, dat was Lurp dan. Het echte boer Harms. Hé, dat is mijn zoon Deertrek 6320. Ja, die ken ik nog wel, maar voor de rest. Zo lang zit ik nog niet in de community. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die kennen nog. Onze QFC Bucket Lord. Oh, weet je. Falou. Meomi. Falou, ja. Die mis ik echt, maar die is destijds is die gekickt. En eigenlijk wil ik wel weer dat hij terug zou kunnen komen. Volgens mij kan die ook weer terugkomen, by the way. Maar dan moeten we even een keer gaan kijken wat daar te regelen valt. Maar ik mis hem echt. Hij was ook op de Zera meeting en toen was ik echt gewoon blij dat hij erbij was. Dat was echt vet om dat te zien. Ik heb Vader nooit meegemaakt. Nee, hij was echt voor jouw tijd, denk ik. Ik denk een week of twee ervoor. Ja, hij is natuurlijk dezelfde week gekickt toen ik kwam. Heb je zelfs een plek vervangen, dat is nog het grappige. Ja, hij zou eerst hertog worden. Dat was het idee, zeg maar. Nog. Oh, ben ik blij dat hij gekikt is. Ja, nou jongens, we gaan even de stad inlopen. We gaan de Dawnguard in. Ons mooie eerste stadje. Ik weet nog wel dat ik, zeg maar, bezig was met deze stad te ontwerpen. Voordat überhaupt gewoon de Kingdom al. Of Kingdom Zera bestond. En voordat überhaupt de jungle. Of de jungle. De, ja, dit was. Deze ja, dat was zo verschrikkelijk. Dat was echt allemaal bossen. Jezus. Oh. Ja, want ik had, zeg maar, aan Samal destijds toen gevraagd: van... Hey, ik zou wel graag een Kingdom willen hebben. In Yennava heb ik echt mijn tijd wel goed volbracht. En het was al heel gezellig, maar ik kon daar net niet doen wat ik wilde. Ik maakte aardig wat content. Ik maakte veel Yennava streams destijds, maar ik had nooit echt iemand, een groepje die ik zou kunnen aanvoeren om iets te kunnen betekenen. En dat wilde ik heel graag. En toen was Samal een beetje aan het denken van ja, ik wil op zich wil ik je wel koning maken, maar waar gaan we dat van doen? En toen stelde ik voor om dat van Kali te maken, want ja, dat was zeg maar net een gebiedje tussen Medusa en Lyord in. En er was geen koning voor. En toen zou ik daar eigenlijk koning van gaan worden. Maar uiteindelijk moest ik het zelf dus vragen bij David. Van, yo, David zou koning mogen worden. Nou, hij zei van, ja, tuurlijk kan dat. Maar Kali, dat is net, dat gaat er niet worden, man. Dus heeft hij mij Zera aangewezen. En voilà, nu zitten we op dit geweldige plekje. Zera toen al? Ja. Je moet zeg maar de woestijn onder ons, wat nu Moora is, was echt het originele Zera. En het bos erboven ook wel, zeg maar de biome waar we nu in zitten. Neerkomt, dus het is eigenlijk gewoon puur toeval dat dit kingdom nou Zera heet en dat jouw oude kingdom op King Wars Era heette, is gewoon toeval. Ja, het is echt helemaal toeval. Dat was ook echt gewoon het eerste moment dat ik Zera hoorde, toen dacht ik, oh nee, niet weer dit parcours, hè. Maar ik vind het wel leuk. Trouwens hebben we een kleine landuitbreiding erbij, maar in storyline hebben we dat altijd al gehad. Dat wordt volledig Leon, volgebouwd. Zijn en geen spoilers. Ja, ja dat, ik ga ook niet zeggen wat erin komt, maar ik zeg alleen dat we dat land zouden krijgen. Bomen. Ja, nee. Wij houden natuurlijk van onze natuur hier in Zera. Er zijn niet veel kingdoms die dat hebben. Ik weet dat Fenrir houdt het nog wel een beetje erbij. Maar die hebben ook heel veel steden. Dus het is nog wel vrij op elkaar gepakt. Maar niet echt dat ze gebieden hebben met natuur erin. Dat vind ik juist wel heel vet. Jij houdt ook wel van slingerende paden,
Ja, zeker. Dat geeft echt een beetje het medieval gevoel weer terug. Toen wisten ze ook niet wat rechts was. Gewoon krom, huppakee, links, rechts, boven. Maar dan ga ik nou nog even één hele belangrijke vraag stellen. Hè? Want jullie zijn natuurlijk, alle drie hebben jullie een functie binnen Kingdom. Jij bent al generaal, we hebben een quartermaster en we hebben een hertog. Ja. En ik ben natuurlijk koning. Zeg maar, Dennis die doet zijn verantwoording bij Jordi en Jordi verantwoordt zich bij mij. Hetzelfde geldt voor Kyra, die verantwoordt zich ook bij mij. Maar jij stuurt alle soldaten aan. Jij stuurt de gildeleider en de quartermaster aan. En de gildeleiders, die we op dit moment hier niet hebben staan, die sturen de normale verzamelaars aan. En zeg maar, dat patroon regelen wij hier alles in Kingdom, zodat mineralen binnenkomen, hout, blokken, noem het allemaal maar op. Dat wordt allemaal geregeld. Maar jullie doen natuurlijk je functie hartstikke goed. Dat weet ik nog niet. Maar stel... Tap. Ja, jij niet. jij doet de functie waarvoor je eigenlijk bent aangenomen op Kingdom, doe je perfect. Want ik zie dat je bezig bent met projecten en natuurlijk... Een groot project wat al wel af is, wat heel belangrijk gaat zijn voor de storyline, is al gemaakt. Die is ook, staat ook op Kingdom zelf. Ik ga niet noemen wat het is, maar jij weet het wel, hè? Ja. Kijk, nou, dat is toch tof dat we dat daar in ieder geval met elkaar hebben gewerkt. Maar stel, Kyra, jij zou, je zou bijvoorbeeld ziek worden of je zou bijvoorbeeld niet meer kunnen functioneren. Wie zou jij dan eigenlijk jouw rank willen geven? Als je een vrije keuze... Dat is wel een moeilijke vraag, hè. Diar? Ja. Ik denk... Want op dit moment... Ja. Want hij is nu echt gewoon... En dan moet ik het weer zeggen, mijn rechterhand. Maar ook echt... Ja, nee, joh. Maar echt in een manier dat hem ook heel goed helpt. Ja. Maar hij doet... hij heeft het... Applaus, lekker hoor. Ja, in de fontein met jou, jongen. Als hij piemelkantjes leuk vindt. Jezus. Ja, maar dan ga je deze vraag ga je niet aan jou stellen, Dennis. Jawel, want ik weet het wel. Ja, maar... Ja, wie dan? Dan is het gewoon Harm. Harm heeft het 8 maanden fucking lang. Ja, dat klopt. Dat is gewoon goed. Ja. En hij is lekker actief, en, dus is gewoon perfect. Dan hebben we nog iemand, hè. Dan is de laatste vraag. Wie zou jij eigenlijk jouw rank gunnen als je er niet bent? Jij hebt natuurlijk nog Demi en Danny zijn ook allebei hertog. Ja. Maar... Jouw functie binnen Kingdom is toch anders van wat zij zijn. Zijn ze zeg maar roleplay hertogen en jij bent echt gameplay hertogen. Ja, dat is waar. Maar ook wel in de roleplay heb jij natuurlijk ook je rol, maar voornamelijk ben jij voor gameplay hertog ben jij voor die rank gevraagd. Maar wie zou je dat geven? Wie ik dat zou geven, als ik mocht kiezen. Wie zou je dat geven, Jordi? Wie gun ik dat gezeik? Oh shit, man. Shit, dat is God echt real. Een fucking pittige, man. Holy shit. De mensen doen fucking erg hun best. Oh. Ja. Poeh. 2 uur later. Ja, ik denk dan toch Ian. Ian. Oké. Okay. Ja. Goed om te weten. En waarom dan, zeg maar? Omdat hij jouw vriend is. En mijn vriend, want ja, alleen mijn vrienden kunnen. Toch worden, ja! Dat is even een grapje trouwens, intern, maar... ja. Heel roos om je door zo... te laten lopen, kom op man. Nee, maar ik zou... Wat doe jij toch? Ja, nee, ik zou het echt wel aan Ian geven, want Ian, ja, ik weet gewoon, ja... Ian is een volwassen knaap. Kan van zich af bijten als nodig is. Ja... Okay. Absoluut. En dan de laatste vraag voor deze video, want ik zie dat we bijna 20 minuten alweer bezig zijn, of dat we over de 20 minuten bezig zijn. Vinden jullie mij een goede koning? Kallen. Nee, dat is schitterend, Leon. Dat is schitterend. Ja, schitterend hoor. Ja, en dit is ja niet, ben dit, ik wel lief dit is niet tegen jullie. Lekker bedoeld of zo, maar je doet het gewoon goed. Kijk, Leon, als je zo lang maar niet. Lol, maar, dan moet ik dat er weer even goed inzetten. Je moet het even zo kijken. Als je geen goede koning was geweest, had ik niet bij een kingdom gezeten. Ja, dan was je lekker Habbo Hotel aan het spelen. Nee, dan was ik League gaan spelen en mijn fucking bureau niet meer aan dat, het slaan. Leon, je bent ook een van de actievere koningen in een periode ja, geweest. Wanneer de meeste zeker, koningen wel inactief waren. Ja, plus je uploaden gewoon, dus dat is echt wel... Yes. Oh, Leon, dat fijn om te horen. Nou, de content, gewoon je black best doen, content knallen. Een beetje goed worden. Goede content knallen. Content moet goed, jongen. Lekker veel... En dan maken wij van Zero's heel goed.
Nou jongens, nou, ik ben in ieder geval blij om dit team achter me te hebben staan. Dus ik wil jullie bedanken jongens. Dit was Leer Ze Kennen van The Kingdom. En bedankt voor het kijken. Dat is de koning. Uiteindelijk. Ja, ik ga weg. Oh shit. Ik probeer de auto te doen jongens. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer natuurlijk op Watchjagger. En de kanaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag in de volgende aflevering op Watchjagger van de Leer Ze Kennen. Ciao ciao. Later. Watchmacher.